Directeur van het Westfries Museum Ad Geerdink is er vol van. Vanaf 23 april is er een tentoonstelling te zien met stukken van de Hoornse schilder Jan Rootsius. Je hoeft maar naar zijn schilderijen te kijken. En je ziet gewoon dat hij de allerbeste schilder is die Hoorn ooit heeft voortgebracht. En zoals Rembrandt de allerbeste schilder is die Nederland ooit heeft voortgebracht, zo verdient Rootsius de titel de Rembrandt van Hoorn. Het zijn vooral de details in de meer dan 60 portretten van Rootsius die menig kunstliefhebber ademloos doet toekijken. Hij is zo goed in het weergeven van zeg maar, metaal, van stof. En dat, ja, dat brengt zijn portretten helemaal tot leven. En hij weet, de personen die hij afbeeldt, weet hij ook daadwerkelijk een karakter te geven. Ook veel bekende Nederlanders zijn diep onder de indruk van de kunstwerken. In een speciale audiotour gaan zij in gesprek met de schilderijen. Hallo, dit is Christian, de kapper uit New York. De oudste zoon van kapper Jaap Houtenbos uit Bovenkastel. Als ik naar een schilderij kijk, is natuurlijk boven alles het haar mijn focus. En in één keer ga je zelf, als kijker, ga je veel beter naar die portretten kijken. En dat hebben we een beetje samengevat onder het Cruyffiaanse motto: je ziet zoveel meer wanneer je het eenmaal ziet.